Rob Enders, gefeliciteerd met de overwinning. Het Penders effect vanavond? Ja, zou het wel zeggen eigenlijk, hè? Nee, dankjewel. Wat ik al vaker heb gezegd. We hebben ons als een team voorbereid heel de week. We hebben tactisch getraind. En alle tactische voorbesprekingen hebben we eigenlijk al gehad. Dus we hebben het met z'n allen gedaan. En of ik nou op de bank zit of Stijn. Ik denk dat het minst belangrijke vandaag was. Het belangrijkste was echt de 3 punten. Je zegt dan natuurlijk, Vreven ontbrak vandaag omdat hij geschorst was. Hoe is het dan om zonder hem die wedstrijd te coachen? Heb je dan tijdens de wedstrijd nog op een of andere manier contact of in de rust? Nee, we hebben geen contact. We hebben ons gewoon goed voorbereid. Hè. We wisten wat er kon gebeuren en wisten waar we in de problemen zouden kunnen komen. Dus we hebben alles goed doorbesproken. En goed, op een gegeven moment moesten wij het doen als staf zijn. In de voorbereiding denk ik, was de meest opvallende beslissing de keuze om een keeper te wisselen. Waarom hebben jullie daar juist deze week voor gekozen? Nou, goed, dat is een proces, hè. Kijk, Mark is nou 10, 11 wedstrijden aan het keepen. Daarin heeft hij ook zeker goede wedstrijden gespeeld, hè. Maar het was wisselvallig. Van de andere kant heb je een keeper die erachter zit, die zich de laatste weken aandiende. Die steeds beter werd op de trainingen. Die wedstrijd uit bij Utrecht heel erg goed gedaan heeft. Ja, en op een gegeven moment kom je op het punt, hè. Hetzelfde geldt eigenlijk voor spelers, dat je gaat wisselen. Dat hebben we vandaag gedaan. En nogmaals, wij rekenen niet af, keeper niet af op 1 wedstrijd of op 2, 3 wedstrijden. Nee, dat is een langere periode. Maar je zegt, hè, het is eigenlijk zelfs bij spelers, je wisselt op het moment dat de ander beter is. Maar je weet toch ook dat de positie van keeper wat dat betreft al wat uitzonderlijk is? Nee, dat klopt. Hè. Het is ook geen ideale situatie. Hè. Zo eerlijk moeten we zijn. Alleen, ja, op een gegeven moment, met een keeper heb je misschien wel meer geduld. Maar op een gegeven moment komt er toch een punt dat je ook Nigel een kans moet geven. Ik ben blij dat hij dat vandaag wel heel erg goed heeft ingevuld. Ja. Betekent hij dat normaal gesproken ook dat hij voor een langere periode nu de kans gaat krijgen? Ja, dat zal niet 1 wedstrijd zijn. Hij krijgt de periode om zich te bewijzen. Ja. Dan de wedstrijd van vandaag. Je wint degelijk, denk ik. Je speelt een goede wedstrijd. Heb je dat ook vanaf de bank zo ervaren? Ja, zeker. Ik vond ons het eerste uur gewoon heel erg goed spelen. Hè. Heel veel kansen creëren. Eigenlijk praktisch niks weggegeven hebben het eerste uur. Dus daar waren we heel erg tevreden over. Na de wissel van Excelsior, hè, met Hardouier die erin kwam. Die heel veel tussen linies ging zwerven. Ja, daar hadden we meer moeite mee. Het laatste wat je dan wil is dat je een goal tegen krijgt. En die kregen we dus wel. En dan ben je eigenlijk benieuwd hoe je als team gaat reageren. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Want dat hebben ze wel goed voor elkaar gekregen met z'n allen. Vond ik inderdaad in vergelijking met andere wedstrijden erg opvallend. Bij vorige wedstrijd zag je dat dan echt het niveau wegzakte. Vandaag bleven ze voetballen. Hoe kan je verklaren waar dat verschil in zit? Misschien een beetje. Hè. Kijk, we hebben wel gekozen om Manu Garcia wat meer terug te halen. Hè. En Rijvloer wat hoger op te zetten. Echt vanuit de nummer 10 positie. Dan merk je toch dat Manu een echte voetballer is. Hè. Die wil aan de bal komen. Die wil spelbepalend zijn. Dat hielp het elftal wel. Zijn valkuil is wel dat hij het soms overdrijft. Maar hij heeft het elftal vandaag wel geholpen door altijd aan het speelbaar te zijn. Hè. Door vertrouwen uit te stralen. Dat was goed. Ja. Dan volgende week natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat zo'n overwinning dan extra lekker toewerkt naar zo'n wedstrijd. Ja, sowieso. Hè. De situatie waarin we zaten met een paar slechte wedstrijden. Dan is er heel veel opluchting vandaag. Na vrijdag toe is het toch een speciale wedstrijd. En dan heb je liever een goede generaal. Dat hebben we vandaag wel gehad, denk ik. Je speelt je voorlopig in ieder geval veilig naar de 15e plaats. Voelde je voor aanvang van deze wedstrijd ook echt die druk van onderaan staan? Sorry voor de? Druk van onderaan staan. Nou, dat niet zozeer. Meer de druk van dat je een hele slechte periode hebt gehad. En dat je vandaag niet mag verliezen. Ja. Die druk voel je wel. Ja. Super gedaan, gefeliciteerd. Dankjewel.